Hallo beste kijkers, vandaag gaan we kijken naar het zelf indelen van organismen en determineren. Als je een organisme op naam wil brengen, al was het maar op zijn minst van wat voor groep die toe behoort, dan is daar een naam voor, dat heet determineren. Je zoekt dan dus de indeling van het organisme op, je kijkt tot welke grote groep die behoort en naar steeds kleinere groepen, tot je hopelijk de soort ontdekt waar dat organisme toe behoort. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om dat te doen. Het kan met een determineertabel. Dan moet je natuurlijk wel een determineertabel van de goede groep hebben. Je kan natuurlijk geen spin determineren met een wormentabel, maar goed. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Op internet heb je vaak allerlei mogelijkheden. Ja, als je een determineertabel hebt, heb je heel vaak keuze uit twee. Er is iets wel of er is iets niet. En dan moet je verder naar een volgende regel en dan moet je weer een keuze maken uit twee opties, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk, als het goed is, kom je op de soort uit die je zoekt. Maar het wil nog wel eens heel erg lastig zijn. Bijvoorbeeld als je een determineertabel hebt voor bloeiende planten en je hebt alleen maar een blad, dan kom je natuurlijk nergens. Op internet heb je ook wel vaak mogelijkheden om bijvoorbeeld juist alleen maar met een blad op soort te komen. Maar ja, dan ben je niet altijd even zeker of het echt goed is, tenzij je de hele beschrijving die je vervolgens krijgt van die soort goed doorneemt en zekerheid probeert te vinden door die details te bekijken. Er zijn heel veel verschillende soorten determineertabellen, van Nederlandse zweefvliegen of voor Europese spinnen. Er zijn allerlei boeken en online tools om te determineren. Het is wel zaak dat je natuurlijk alvast een klein beetje weet waar iets toe behoort. Want wat ik in de introductie al zei, je moet wel al de goede tabel zien te vinden om op een soort te komen. En uiteindelijk is het natuurlijk zo, als je de indeling gevonden hebt door jouw determinatie en de soort die je gevonden hebt, die klopt, altijd goed controleren door even nog naar plaatjes te kijken bijvoorbeeld. Maar dan heb je natuurlijk wel de sleutel te pakken tot ontzettend veel kennis over een organisme. Als je weet dat iets een beest is, dan weet je weinig. Als je iets weet dat het een zoogdier is, weet je al heel veel meer. Want dan ken je natuurlijk al heel veel kenmerken over dat dier. En als je weet welk soort zoogdier, ja, dan kan je nog ontzettend veel informatie natuurlijk daarover vinden. Als je die stappen wil volgen van een determinatie, dan krijg je bijvoorbeeld zoiets. Stel dat je wil een leeuwenbekje gaan determineren. Dan ga je eerst constateren dat het ding bladgroenkorrels heeft bijvoorbeeld. Dat betekent dat het planten zijn. Dan moet je naar een volgende stap in de tabel. En dan kies je bijvoorbeeld weer iets. En dan uiteindelijk kom je misschien dat een leeuwenbekje een zaadplant is. Omdat hij daar de kenmerken van vertoont. En dat hij bedektzadig is. En het is zaak dat je de keuzes die je maakt bij zo'n determinatie goed opschrijft. Zodat je later ook weer kan controleren of die stappen echt allemaal terecht waren. Of dat je ergens een al of niet vermijdbare fout hebt gemaakt bij het determineren. Nou, ik wens jezelf veel succes bij het determineren van zoveel mogelijk soorten, want eigenlijk is dat heel leuk om te doen. En tot de volgende filmpje.